Wilco, je bent al een tijd bezig met het maken van de Flying Eagles concerten. Hè, concerten in de Dorpskerk. Maar ja, corona gooit daar heel veel roet in het eten. Je hebt dat al een keer digitaal gedaan. Hebben we je aandacht aan gegeven. En op dit moment ben je bezig met een cd aan het uitbrengen. Wat is het verhaal achter de cd? Nou ja, zoals je terecht aan hebt gegeven, ik ben in 2007 begonnen met onder andere ook het organiseren van één of meerdere concerten. Daaronder heb ik in ieder geval dat één van de concerten onder mijn eigen naam, Flying Eagle Concert, die ik dus echt ook zelfstandig zeg maar organiseer. Daar heb ik een drietal sowieso in de Dorpskerk gedaan. Van de zomer heb ik dat een keer in Rotterdam ergens gedaan. Toen het weer mocht met beperkingen. Ik heb ook een online concert eerder van de zomer gedaan, wat je ook refereerde van waar aandacht aan geschonken is, ook vanuit Gouwe IJsselnieuws. Nou, en voor het najaar had ik een sfeervol winterconcert in gedachten staan sinds vorig jaar, eind vorig jaar. Ter gelegenheid van 10 jaar Zuidplas. We hebben meegedaan zeg maar, met het initiatief om ideeën zeg maar, toen in te dienen bij de gemeente. Toen konden we daar gebruik maken deels van een subsidie. Wij waren een van de, wat was het, 20, 24 initiatiefnemers die dus daarvoor in aanmerking kwamen. Vervolgens had ik toen ook al het plan van, nou, weet je, het moet niet een concert zijn waar 10, 15 nummers gespeeld wordt, maar het moet een Zuidplas karakter krijgen, om het zo te zeggen. Dat wordt natuurlijk best wel lastig qua muziek, want ja, wat is er over Zuidplas aan muziek? Wat een link is. Nou ja, ik heb sinds vorig jaar heb ik sowieso dat mijn concert eigenlijk wel een beetje de eisen aan de muzici, of die meespelen of iemand anders, dat ik vraag, joh, wil jij speciaal voor dat concert een nieuwe muziek schrijven? Dus zodat je eigenlijk ook onderscheidend bent, dat het niet allemaal weer dezelfde nummers zijn die je al 10 keer al gehoord hebt, maar dat er ook gewoon echt iets nieuws is. En die speciaal op je bedrijfsnaam is gericht of bepaalde gedachten. En toen kwam bij mij met een knipoog naar het verleden van wat heel veel mensen, zeker die in de klassieke wereld zitten. De vierjaargetijden van Vivaldi zat een beetje in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, waarom maken we niet een soort Vivaldi 2.0 van en dan gericht op Zuidplas? Als inwoner van Zuidplas heb ik in de afgelopen 10 jaar ook gewoon gemerkt dat we heel veel mooie locaties hebben in Zuidplas. Qua gebouwen, qua natuur, qua evenementen, diversiteit in de gemeente. Even los van of je er altijd zelf van gebruikt, maar ik denk wel dat er een diversiteit is in gemeentebreed. Hoe kunnen we dat op een muzikale wijze neerzetten? Nou, ik kan geen noot schrijven, dus ik ga het niet doen. Dus dan moet ik toch iemand anders de opdracht geven. Dus ik heb een muzikant gevonden die voor mij al eerder een aantal muziekstukken had geschreven met succes. Jan-Peter Til uit de Ridderkerk. En ik had hem gemaild. Ik zeg, joh. Zie jij het zitten om een muziekstuk te schrijven? Ik zeg die een weerspiegeling geeft van de 4 seizoenen in Zuidplas. De 4 jaargetijden had ik het in eerste instantie, maar we hebben het 4 seizoenen genoemd. Dan blijven we ook een beetje uniek. Dus ik heb er nou, ik denk wel zo'n anderhalve A4 vol met allerlei items vanuit gemeente Zuidplas breed gegeven. De dorpskern die er ook bij zitten. Ik heb een aantal links van de gemeente hem doorgestuurd. Dus hij is eigenlijk sinds vorig jaar was hij mee aan de slag gegaan. Afgelopen zomer kwam dat klaar. Ja, en dat resulteerde in 4 delen van lente, zomer, herfst en winter. Hij had ook Oud Verlaat, Zevenhuizen, Nieuwkerk, Moordrecht en Moerkapelle. Heeft hij ook in noten gezet. Dus de plaatsnamen staan ook in noten. En hij heeft Zuidplas zelf heeft hij ook in noten gezet. Die komen in delen 2 en 3 komen de plaatsen zeg maar, in die notenvorm ook terug. Dus de echte muziekkenners en die noten kunnen onderscheiden, die zullen dan zeg maar, ook de plaatsnamen horen.
mee qua locaties. Dus dat was ook al een probleem wat begon te komen. En vervolgens was dat dus ook voor november aan de beurt. Dat ik geen ene locatie binnen een Zuidplas kon krijgen. Ja, weet je, als het dan een gewoon concert is, dan kan je zeggen, nou jongens, ik ga naar een andere plaats toe, waar het wel kan en mag. Maar dit was echt een concert wat gericht was ter gelegenheid van 10 jaar Zuidplas. Het was natuurlijk ook nog eens dat je zegt van, je wil het dan ook op die locatie doen. Of in ieder geval een van de locaties die dan geschikt voor zijn. Dus je kan het niet buiten de gemeente omdoen. Ja, dat waren eigenlijk een aantal opties die ik op dat moment voor mezelf al had. Van zonder de huidige maatregelen die er nu weer zijn genomen. Want achteraf gezien denk ik dat we dankbaar mogen zijn dat we dit besluit maar genomen hebben toen. De gemakkelijkste weg voor mij was uitstel. En dat kon ook. De gemeente had ook zoiets van, het mag ook volgend jaar dan plaatsvinden. Maar ja, wanneer dan volgend jaar? Ga jij het maar zeggen. Is dat februari? Is dat zomer? Kan het eind volgend jaar? Niemand kan het zeggen op dit moment. Niemand kan het zeggen. En is dat de reden ook geweest die gezegd hebt, ik ga een cd maken die nu uitkomt? Nou ja, kijk. En als je ziet van wat voor tijd, en ook voor het andere concert, wat ook al niet door was gegaan, wat er al eigenlijk ingestoken is, en dat ik me daardoor ook nergens meer kon profileren op die manier. Ja, ik ben in die zin in 2007 begonnen, en juist door het netwerk, juist door mensen te ontmoeten, en dat je daarin verder kan profileren, je had eigenlijk wel helemaal niks meer. Nou, toen had ik ook zoiets, want je merkt ook bij beroepsmuzici, degene die allemaal meespelen, zijn allemaal beroepsmuzici, die zaten ook zoiets. Weer een concert annuleren, want het was het zoveelste concert wat ze door het land heen gewoon niet meer gevraagd werden en geannuleerd. Had ik ook zoiets, ja, dat is toch ook sneu dat hun ook niks kunnen doen. Dus die is verkrijgbaar. In de voorverkoop tot en met 6 november is die voor €10 te bestellen. En wij maar hopen. Van de opname, de dag 6 november. Dus op het moment dat dit wordt uitgezonden, dan. Nou, kijk, wat, zoals het er nu naar uitziet, daar kan ik in ieder geval de inwoners van Zuidplas zeker ook toezeggen. Want weet je, je wil de kosten ook niet naar Zuidplas te hoog gaan maken voor de inwoners, dat het gemakkelijk toegankelijk is. Dus zoals het er nu naar uitziet, denk ik ook wel dat ik voor Zuidplas dan tot eind november de prijs van €10 kan hanteren. Maar geldt dat wel voor de inwoners van Zuidplas? Wat kost die? Voorverkoop €10 en normale prijs €15,90. Oké, en dat is gewoon bestelbaar via de website van Flying Eagle? Ja. Oké. Beste kunnen ze even mij mailen naar marketing@flyingeagle.nl. Dan kan ik het gelijk apart houden. En dan hoop ik begin december dat die klaar is. En dat mensen hem dus weg kunnen geven of zelf kunnen luisteren. Oké. Nou, in ieder geval bedankt voor de tijd en we hebben wel wat aandacht aan hem gegeven op het moment dat het komt. Ja, is goed.